Goedemiddag, het is 1 uur, exact 1 uur, op deze mooie 4 juli 2022. Exact 26 jaar geleden dat ik vader werd, dus vandaag heugelijke feit dat mijn zoon jarig is. Dus, maar ja, dat heeft voor de rest niks met deze sessie te maken. U bent weer welkom bij Uptempo. Uptempo met het lunchwebinar van vandaag, waarbij we helemaal in het teken gaan van stralingswarmte. Ik neem altijd even met u door van wat we precies gaan doen. En daarvoor moet ik even op de juiste knopjes drukken. En dat ga ik dan ook doen. We hebben aan de poort mijn collega Niels Rood. Hij zal de deur open doen voor degene die nog binnen gaat komen, zoals dat heet. We zijn inmiddels ook een opname gestart, dat u het weet. Want we delen het natuurlijk met mensen die het niet kunnen. Die hebben aangegeven van laten we alsjeblieft nog terug kunnen kijken. Want ik vind het onderwerp belangrijk. We hebben twee gasten. We hebben meerdere gasten natuurlijk, maar twee gasten die u mee gaan nemen in de pitch over stralingwarmte. Dat is Ron van Wijk van AHT en Brigitte Kroonen van Saint-Gobain Solutions. Nou, we zijn benieuwd van stralingswarmte. Waar hebben we het eigenlijk over als het gaat over warmte via straling? Wat zijn de technische specificaties? Daarbij, wat zijn de ontwikkelingen daarbij? We gaan ook kijken naar een onderzoek gedaan door onze collega Robert-Jan van Egmond van TKI. En die is ook aanwezig en zo direct gaan we vragen stellen aan hem daarover. Drie kwartier. En het gebruik is inmiddels wel helder bij iedereen. We hebben een chat openstaan. U kunt vragen stellen zoveel als u wilt. En alles wat we kunnen beantwoorden, gaan we beantwoorden. En anders komt dat achteraf in de Q&A. En hou dat in de gaten. U krijgt daar nog een post van achteraf. In ieder geval welkom en veel plezier bij dit onderwerp. Om te starten hebben we een filmpje klaarstaan. En even voor de context van het filmpje. Daarbij gaan we aandacht geven aan AHT en Actevol van Saint-Gobain Solutions. En u hoort gelijk iemand die wat gaat vertellen. Even concentreren, want hij zit gelijk in het gesprek bij deze. Het Actevol-warmtesysteem was voor ons nieuw. Maar ja, wij werden eigenlijk direct wel enthousiast van de mogelijkheden ervan. Want bij de meeste renovatieprojecten waar je gaat verduurzamen, ben je aan de buitenzijde bezig. Dus aan de buitenzijde heb je een heel mooi, fris, nieuw pand. En als je naar binnen komt, dan zit je eigenlijk nog in diezelfde oude woning. Het systeem zelf, dat is eigenlijk een voorzetwand, gewoon met een stuutwand met isolatie daartussen. Maar met daarop eigenlijk een speciale gipsvezelplaat met een polymeer erachter die eigenlijk verwarming verzorgt binnen de woning. Ja, de binnenafwerking is heel mooi strak, maar daarnaast lossen we eigenlijk, naast dat het binnen weer heel mooi fris is, lossen we ook een geluidsprobleem op. Advanced Heating Technologies vertelt ons meer over een alternatief. Bij nieuwbouw wordt er vaak al rekening gehouden met duurzame warmtevoorzieningen. Dan wordt er een technische ruimte gerealiseerd waar bijvoorbeeld een warmtepomp kan worden geplaatst. Bij renovatie, zoals bij dit soort oude woningen, is die ruimte er eenvoudigweg niet. En is er dus een alternatief en dat zijn infrarood vloerverwarmingsmatten. Infrarood vloerverwarming wordt aangestuurd door een thermostaat, traditioneel aan de wand of via een app op je telefoon of tablet. Van daaruit kun je in elke ruimte in je woning de gewenste temperatuur instellen en overzien. En die warmte wordt heel gelijkmatig overgebracht op je omgeving. Meer van zulke gamechangers voor de energietransitie in de gebouwde omgeving vind je op uptempo.nu. Daar gaan we straks nog meer reclame van maken voor uptempo.nu, want we hebben daar meer dan 100, ik weet even niet hoeveel, in totaal nieuws staan? 161. 161 komen er elke week weer nieuwe innovaties bij. Mooi overzichtelijk, even op abonneren. Geldt ook voor ons LinkedIn-kanaal, dus kunnen beter reclame vooraf doen. Heeft u de drie kwartier de tijd om ondertussen een linkje te maken met ons LinkedIn-kanaal. Onze eerste gast, en ik ga hem begeleiden met de presentatie, is Ron van Wijk. Ik haal hem er even bij. Dat doen we zo op deze manier. En zo. En dan zet ik ook even kijken. De juiste knop. Zo. Ron, ik ben even benieuwd. Ik zelf zei toen ik voor het eerst zeg maar aanraak kwam met actieve wanden met stralingswarmte. En ook vloeren, knuffelvloeren en knuffelwandjes. Herken je dat ook zo op die manier? Het is voor een hoop mensen nog onbekend. En ja. Toch wordt het al heel veel toegepast. Dus ja, een kwestie van lange adem dat het als een olievlek gaat verspreiden. Moet je het vaak
uitleggen technisch gezien? Wil zeggen, mensen begrijpen niet hoe de techniek in elkaar steekt? Dat is inderdaad lastig. En het speelt natuurlijk ook bij dat er vanuit de lobby van de warmtepomp al heel veel gecommuniceerd is naar politici en andere partijen. Dus dat is het primaire verhaal. En dan blijft dit onbelicht. Dus dan is het voor de mensen A, nieuw. En B, is het ook nog een nieuwe techniek of een techniek die ze niet kennen. En dan valt er best wel wat uit te leggen. Maar in de basis is het allemaal best wel uit te leggen, want het is niet zo ingewikkeld. Nou, we hebben nog wat corporaties vandaag op bezoek tijdens het lunchwebinar. Die gaan ook vragen stellen, ben ik van overtuigd. En anders halen we ze er even bij. Ik schakel even naar jouw presentatie. Ik zit even te kijken van waar kan ik die vinden. Dus dat moet ik even op de juiste... Ja, hieronder. En dan is de floor voor jou. En ik heb hem nu aanstaan. Dus Ron, ik ga naar de eerste sheet. Yes. Ja, ik wil eigenlijk eventjes terug naar de basis, hè, van waarom is het leven op aarde mogelijk? Dat is omdat het hier aangenaam vertoef is. En hoe komt dat nou? Wij hebben hier warmte op aarde omdat wij aangestraald worden door de zon. Dus die directe infrarood instraling is wat hier de boel leefbaar maakt. Die straling die bereikt dan het oppervlak. En door die verhoogde temperatuur van het oppervlak kunnen wij dan minder... warmte verliezen naar onze omgeving. En uiteindelijk is die luchtlaag die tegen die aardoppervlakte aan zit, uiteindelijk ook aan het opwarmen. Dus het is een soort drietrapsraket. En wat we met die infraroodverwarming in woningen willen, is terug naar ditzelfde principe. Primair terug naar een stralingsbron en van daaruit een prettig wooncomfort creëren. Volgende. En wij kunnen dat heel lokaal aanbieden. En dat gaat meestal via de vloer, omdat de warmte begint bij je voeten, zeggen ze vaak. Dus dat is over het algemeen heel prettig. Maar het kan ook in de wand en het kan zelfs ook in het plafond. Ook dat werkt. Een ander groot voordeel is dat het direct werkt. Hè. Binnen een paar minuten warmt een vloer op. En het, ook een, onwetendheid van mensen, is dat dan alleen maar bijverwarming? Nee, je kunt het gewoon als hoofdverwarming toepassen. Je hoeft nog niet eens je hele vloer te beleggen. Niet je hele bruto vloeroppervlak, maar met 60-70% van je totale oppervlak heb je al hoofdverwarming te pakken. Die techniek is al ruim 20 jaar op de markt. Wordt in ons geval is zo'n meer dan 60 landen verkocht. Marktrijp, heel veel ervaring. En in feite wat we aan het doen zijn, is dat we... met stralen een vervanging hebben voor luchtverwarming. En luchtverwarmingen, dat hebben we sinds 1900 steeds meer zien groeien in allerlei toepassingen, tot en met de warmtepomp aan toe. Maar eigenlijk is dat een soort van isolatie in plaats van verwarmen. We bieden dat aan in de vorm van dit soort matten die je hier op de foto ziet. In verschillende breedtes en lengtes verkrijgbaar. In dat grijze stripje wat je hier ziet, zit een heel dun 25 micron, dus 25.000ste millimeter metaalstripje van amorf metaal. Dat gaat stralen en verwarmt je vloer op. En het voordeel van amorf metaal is dat dat unieke eigenschappen heeft. En een van die eigenschappen is dat het heel lang meegaat, dus je hebt ook nooit geen storingen. En je kunt dat dan op een dunne isolatielaag leggen, wat je hier ook ziet, met een infrarood reflectieoppervlak. Dus je totale constructiehoogte is beperkt tot ergens tussen de 5 en 7 millimeter. Ja, volgende. Dat is heel simpel aan te sturen met een traditionele thermostaat aan de wand, zoals mensen die gewend zijn bij hun cv-installatie, maar kan ook via de app of een combinatie daarvan uiteraard. Je kunt het, als je het via de app doet, ook heel makkelijk zodanig instellen dat je vanuit diezelfde app diverse kamers of ruimtes kunt bedienen en ook gelijk het overzicht hebt wat waar aan staat en welke temperatuur daar is ingesteld. Bij luchtverwarming heb je in een ruimte maar één temperatuur mogelijk. Wij kunnen met dit soort systemen ook 3 of 4 verschillende temperaturen in eenzelfde ruimte creëren. En dat kan interessant zijn als je in een zithoek of een eethoek of een keukengedeelte apart verwarmt. En daarmee kun je door de jaren heen heel veel energiekosten besparen. Al die thermostaten zijn tegenwoordig programmeerbaar. Het werkt direct, ik zei het net al, met een paar minuten is het warm. En daarvoor loont het ook de moeite om als je een ruimte verlaat om het ook weer uit te zetten. Want het is toch zo weer warm. En dat in tegenstelling tot de traditionele waterverwarming die je meestal langere tijd aan laat staan. En dat
Stralingswarmteconcept leidt ook tot een beter warmtecomfort. Je hebt minder van die convectiestromen. Dus je hebt uiteindelijk ook een gezonder leefklimaat. Volgende. Belangrijke voordelen is die lage constructiehoogte, 6 mm en that's it, meer heb je niet nodig. En uiteraard volledig onzichtbaar voor de bewoner. Je hebt minder aanvullende isolatie nodig rondom, want stralingswarmte werkt nou eenmaal anders. Dus je kunt je vaak nog wat geld besparen bij het isoleren van je woning. Eenvoudig te installeren, kwestie van wat je net zag van die isolatieplaten neerleggen of iets anders in die richting en dan de mat uitrollen en aansluiten. Het is toepasbaar onder elk type vloerafwerking, dus zowel laminaat, PVC, tapijt, keramische tegel of een dikke houten vloer. Het zijn modulaire systemen. Dus je kunt altijd zeggen van nou, ik wil eerst een kamer proberen en dan het volgende jaar weer een kamer of anderszins, het is geen centraal systeem, dat is ook een groot voordeel. De systemen zijn, omdat ze modulair zijn, ook herbruikbaar. Dus als iemand gaat verhuizen, zou je dat in principe gewoon weer kunnen meenemen. En de hoeveelheid materialen die je gebruikt. Dus we denken aan een circulaire economie, waarbij we zo min mogelijk primaire grondstof willen gebruiken. Als je al het materiaal wat wij inbrengen, zou smelten tot een kleine kubus. En je vergelijkt het met al het materiaal wat je nodig hebt bij een cv-installatie of een warmtepomp, dan is dat verwaarloosbaar. Dus ook in die zin, in die transitie naar een circulaire economie, is dit een prima oplossing. Ja, zoals gezegd, voor de bewoner onzichtbaar en het neemt geen ruimte in. Je hebt geen technische installatie of geen technische ruimte nodig. En je hebt minder isolatiemateriaal nodig en dat leidt ook weer tot een lagere CO2-footprint. Volgende. Dan het financiële plaatje. Aanschaf is relatief goedkoop. Valt in het niet bij bijvoorbeeld een warmtepomp. Dat installatie is eenvoudig. Dat vertaalt zich ook in lage installatiekosten. Duurt ook niet zo lang. Schoonwerk. Er is geen onderhoud vereist aan het systeem. Gaat decennia lang mee. Het is ook geen vervangingskosten in principe. Je besparing op je energieverbruik kan tussen de 15% en 40% liggen. Normaal gesproken ligt dat zo rond de 15%. En als je dan heel slim gaat soneren, wat ik net zei, dus bepaalde zones apart gaat verwarmen waar je toch op dat moment niet bent, dan kan dat oplopen tot wel 40%. Omdat je minder isoleert, kun je daar ook kosten besparen. En ja, uiteraard, het is een systeem dat elektrisch is. En er zijn tegenwoordig allerlei ontwikkelingen die in die richting gaan, of dat nou de zonnepanelen zijn die het opwekken, dan wel de thuisbatterijen. Dus de ontwikkelingen komen wat dat betreft allemaal samen ten gunste van dit soort systemen. En volgens mij zijn we er nu doorheen. Ja. Ja, volgens mij zijn we er nu doorheen. Dankjewel, Ron. Even een vraag, want hoe makkelijk is het te installeren en wie doet dat dan? Iedereen kan het in principe. Wij weten van mensen die twee rechterhanden hebben, die dat ook vaak zelf doen. En dan geven wij wat tips mee en dan doen ze het zelf. Je zag net dat op het filmpje, het is niet meer dan het neerleggen van wat isolatiemateriaal en het uitrollen van de matten. Wij leveren een configuratie, een legplan mee. En dan is het de kwestie van de draadjes aansluiten in een of andere wanddoos. En that's it in de basis. Dus super eenvoudig. Als je kijkt bij woningcorporaties, als zij dat willen uitbesteden, aan wat voor partijen besteden ze het uit? Is dat dan de installateur? Of? Dat zijn over het algemeen installateurs. Ja. Ja. We hebben een landelijk dekkend netwerk van installateurs die dat kunnen installeren. Misschien heb je het gezegd, heb ik het niet goed gehoord. Maar als het dan gaat over bijvoorbeeld een rijtjeswoning, hoe lang duurt het dan om dat te installeren? Met een dag zit dat erin. Ja, oké. Okay. Nou, even tot zover, want er zijn een heleboel vragen gesteld van technische aard, maar die komen zo direct. En Niels, mijn collega, die is druk bezig om dat te filteren. Nodig ik eerst Brigitte uit, ook om deel te nemen aan de pitch. Brigitte, je bent van Saint-Gobain Solutions. En de slimste weg staat erbij. Wat is de slimste weg.nl? De slimste weg.nl, ja. Dus ja, het platform Active Wall. Dus ook de installatie en het afbouwpakket, zeg maar, alles in één.
Ja, je moet er gewoon naartoe gaan om te zien van wat het precies is als platform. Maar goed, je hebt het al daarbij aangegeven. Ik zal ook de presentatie voor jou starten. Even weer op het juiste knopje drukken. En dan is de vloer ook weer voor jou. Net was de vloer, dan is de wand weer voor jou. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, ik werk dus bij Saint-Gobain Solutions. En dat is een nieuwe activiteit van Saint-Gobain. En specifiek richten wij ons op innovatieve systeemoplossingen en projectmatig advies. En voor een comfortabel en duurzame leefomgeving. Volgende slide. We hebben meerdere systemen bij Saint-Gobain Solutions. En vandaag richt ik op ActiveWall, op één van de systemen. En ActiveWall is een systeem waarbij wij met stralingswarmte een all-electric woning verwarmen met energieverantwoordelijke manier. En hier zie je rechts een voorzetwand met ActiveWarmed paneel. En de ActiveWall die bestaat dus uit het paneel. Dus dat is een Habito gipsbetonplaat met een polymeer op de achterzijde gelijmd. En aan de onderkant zit een afneembare plint. En daarachter, of daar in die plint, daar zit een transformator. Dus zo kan je altijd bij die transformator als er iets is. En in elke ruimte zit een thermostaat met een bewegingssensor. En het is een vrij simpele thermostaat. Dus hij staat gewoon, vooraf is hij ingesteld. En dan staat hij bijvoorbeeld op 19 graden. En je kan hem op een plusje zetten, dan is hij bijvoorbeeld 20 graden. En op het minnetje 18 graden. En je zou eventueel ook de bewegingssensor uit kunnen zetten. En je kan hem op de vorst stand zetten. Dus die staan in elke ruimte. En we hebben eventueel ook nog een webapp. En daarin kan je de temperaturen aanpassen. En je kan ook bijvoorbeeld de badkamer bijvoorbeeld voorverwarmen. Bijvoorbeeld dat je om 7 uur wilt douchen, dat die alvast warm is. Maar je kan ook de activeringstijden aanpassen. En dat is bijvoorbeeld als je op de slaapkamer bijvoorbeeld een jasje of iets ergens wil pakken, dat die niet meteen aangaat, die ruimte. Dat die gewoon uitblijft en dat die pas na 10 minuten aangaat na beweging. En andersom ook, als je in de woonkamer zit en je zit stilletjes een boekje te lezen en hij heeft geen beweging gedicteerd, dat die toch nog langer naelt. Bijvoorbeeld 10 minuten langer, dat het dan warm blijft. En in de meterkast zetten we dan die aansturing. De relaisboards die worden daarin gehangen. Meestal heb je er 2 in een woning. Er zitten 4 thermostaten op 1 relaisboard. Dus meestal heb je 5 ruimtes. Dan mag die naar de volgende. De voordelen zijn dus eigenlijk dat hij is onzichtbaar in de wand verwerkt. En door die slimme thermostaat met een bewegingssensor weet je wanneer die aan en uit gaat. En omdat het een lage temperatuurverwarming is, is het hele comfortabele, rustige lucht. Het wordt niet heel druk. En ze is ook een egale spreiding van warmte, omdat de active warmth panelen die zitten. Ja, verdiepingshoog is 2,60 meter, dus je wordt door het hele lijf aangestraald. En het is een hele snelle opwarming, dus daarom kan die ook met zo'n bewegingssensor werken. Dus 8 graden per kwartier wordt die warm, dus dat is vrij snel. En de wand is altijd doorboorbaar zonder functieverlies. Dus je kan ook gewoon weer een wandcontactdoos bijvoorbeeld erin zetten en dat gaat heel makkelijk. Dus, volgende slide. En de slimste weg van Gene A, dat is een platform ga. En dat is voor specialistische marktpartijen die gezamenlijk alle disciplines en oplossingen voor de woningrenovatie in huis hebben. Dus daarmee zitten ook 7 licentiehouders bij. Daarmee garanderen we ook de kwaliteit van van ActiveWall. Het gaat dus dan over de ActiveWall als verwarming. Maar ook om de installatietechnieken voor de ventilatie, dus met een WTW, en voor het warm water. En de elektrische installaties. En de binnenafbouw, dus echt een compleet nieuwe woning, door een volledige renovatie van de binnenvoorzetwanden. En dakisolatie en gewone binnenwanden.
En jij ook andere bouwkundige elementen, zoals de keuken, de badkamer en het toilet, die meteen meegenomen worden. En de voordelen van zo'n aanpak is dus dat je de warmtevraag laag houdt, dat je meteen thermisch gaat isoleren. Maar we kijken niet alleen naar het thermische comfort, maar we kijken ook meteen naar het geluid. Want we merken dat 1 op de 3 woningbouwcorporaties heeft toch wel... de woningbouwcorporaties hebben 1 op de 3 zijn wel vaak klachten over geluidsoverlast. En door voorzetwanden te plaatsen heb je meteen al 6 dB te pakken. En dat is echt wel een halvering voor het menselijk oor. Dus dat scheelt ook al. En je kijkt ook meteen naar de brandveiligheid en ook bijvoorbeeld bij appartementen naar het contactgeluid dat je vloeren plaatst, dekvloeren. En hieronder zie je ook een plaatje van hoe het was en hoe het dan van binnen wordt. Dus het wordt echt weer een frisse nieuwe woning. De volgende slide. Dus een all-electric gasloze woning met verantwoord energiegebruik. Dus de totale renovatieaanpak, door het verlagen van de warmtevraag, daarmee beginnen we eigenlijk. En ook door de WTW-installatie en de luchtwarmtepomp voor het water. En Active Warmth, dus die snel reageert. Daardoor heb je ook een verantwoorde energievraag met de bewegingssensor en de stralingswarmte. Je kan vaak merken wij dat die op 19 graden wordt gezet in plaats van 21 graden. Dus dat scheelt ook. En hele lage onderhoudskosten. Dus we hebben alleen de transformator en de thermostaat waar een batterijtje in zit. Dus ten opzichte van een radiator merken we ook dat het 43% minder energieaanvraag is doordat de opwekking, distributie en afgifteverliezen zijn beperkt. En door die intelligente aansturing. En dat de luchttemperatuur dus lager kan worden gezet. Dus dit is hem. Volgens mij was hij dat. Wat ik ook interessant vind om te weten, Brigitte, ook weer bij jullie geldt, wie is jullie klant? Wie brengt dit aan? Want volgens mij zijn er meerdere disciplines. We hebben 7 licentiehouders. Dat zijn afbouwpartijen, Gipro Professionals. En die hebben wij ook op onze website bij de Slimste Weg staan. En om die kwaliteit ook te waarborgen, hebben wij die licentiehouders. En wat zijn dat dan? Zijn dat montagebedrijven, afbouwbedrijven? Ja, afbouwers, montagebedrijven. We hebben de 7, dus Accompli, Kepla, Mat, Schuurmans en Van Vonderen en Wouters afbouwen. Ja, dat is zowel isolatie als afbouwers, als ik dat zo'n beetje hoor aan de namen. Binnenwanden, voorzetwanden en de echte vol. Ja. Oké, dank je. Niels, er zijn vragen gesteld. Even een microfoontje aan. Ik moest niezen, dus daarom heb ik hem even uitgedaan. Het is voor jullie minder interessant. Er zijn veel vragen gesteld waar Robert-Jan ook een antwoord op weet, omdat hij daar een onderzoek naar heeft laten uitvoeren. Von Smit bijvoorbeeld, die zegt, dit is verwarmen met COP1. Hè? Het is gewoon eigenlijk elektrisch verwarmen. En wat doet dat met je woonlasten? Maar daar moet Robert-Jan straks het woord maar even over geven. Freek van het Ooster, van Uptempo trouwens, die zei grotere ruimtes. En dat is eigenlijk een vraag aan beide inleiders. Stel, je hebt 100 vierkante meter of zo. Red je dat dan? Moet je dan de hele vloer met dit systeem uitrusten als het om rond gaat? En aan Brigitte zou je kunnen vragen, zit je dan niet op een bepaald moment te ver van die wand af om het nog warm te kunnen krijgen? Ron, om maar eens te beginnen. Ja, nou, 100 meter is op zich helemaal geen probleem. Het is juist een voordeel voor grote ruimtes, omdat je dan afhankelijk van hoe je dat gaat gebruiken. Ik stel me zo voor dat je een keer een bedrijfsruimte hebt met mensen die daar komen en gaan. En dan kun je die bureauplekken verwarmen waar op dat moment iemand is, al of niet met bewegingsdetectie. Dus in dat opzicht is het heel interessant. Omdat het van de vloer wordt aangeboden, kun je ook ruimtes met hele hoge plafonds heel makkelijk voorzien van een juiste warmtecomfort. Ik denk aan bioscopen of kerken. Dus in die zin zeer goed mogelijk
bij dit soort grote oppervlaktes. Hoe zit dat bij jou, Brigitte? Moet je segmenteren op een bepaald moment? Je hebt wel ruimtes inderdaad nodig. Wij houden altijd 6 meter, dat je het vanaf 6 meter vanaf de wand nog voelt en daarna niet meer. Dus, maar ja, daarom hebben we ook vooral voor hun woningen. En meestal kom je niet aan 100 meter, zeg maar. Dus ja. En er zijn veel vragen die gaan over wat moet je nou doen? De gewetensvraag noemt een van de deelnemers het. Moet je nou vanuit de vloer verwarmen? En zo ja, wordt dan je hele lichaam wel gelijkmatig warm? Of moet je juist van de wand af verwarmen? Nou kan ik me voorstellen dat jullie daar anders naar kijken, maar ik zou toch jullie reflectie wel even willen horen. Laat ik dan maar weer beginnen. Je hele lichaam wordt zeker verwarmd. Brigitte zei net al van, we houden 6 meter aan. Dus je kunt je voorstellen als je 1,80 bent gemiddeld, dat je daar prima verwarmd wordt vanuit de vloer. En Brigitte? Bij ons zit het paneel natuurlijk tot 2,60 meter. Dus ja, je hele lichaam wordt gewoon aangestraald op de zijkant. Dus, ja. Maar krijg je dan niet bijvoorbeeld sneller koude voeten? Nee, want jij loopt ook vanaf beneden. Dus nee, dat niet. Het blijft wel, ja, ik voel het echt helemaal. En je hoeft ook niet regelmatig te keren, zoals zoals met een barbecue. Dat is een bankje, nee. Ik ben even benieuwd, Niels, ik haal er even iemand bij. De eco-makelaar, Richard de la Rooie. Richard, je hebt ervaring met zowel isoleren, maar ook met bewonersgroepen. In Tilburg heb ik begrepen, dus... zowel bewoners aan de kant van particulier bezit als aan de kant van huurbezit. Wat is je ervaring? Moet je even microfoon aanzetten, Richard. Ken je deze systemen? Heb je daar wel eens ervaring mee gehad? Nou, allereerst heel even. Ik heb meeste ervaring met particulieren. Dus wel wat minder ervaring met bewonersgroepen. Maar ik denk dat systemen met infraroodverwarming zeker meerwaarde hebben. Ten opzichte van luchtverwarming, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd, ten aanzien van het binnenklimaat. De keuze tussen wand of vloer, zou ik in eerste instantie zeggen eerder de wand als de vloer, maar dat is een persoonlijke interpretatie. En ik ben zelf ook met de infraroodsystemen bezig, daar zijn de panelen in, zijn inderdaad iets minder esthetisch vriendelijk. Dus daardoor scoren die systemen denk ik wel wat hoger. En dan komt het systeem in de regel eigenlijk van het plafond af. Maar dat is ook weer een persoonlijke opvatting, want het is echt persoonlijk. Warmte komt van boven en straalt je op een andere manier aan, dus net als de zon. En dat is iets anders dan bij je wand of een vloer. Active Farm volg ik al heel erg lang. Ik denk dat ik ook zou willen weten van beide hoe het eigenlijk zit met het verbruik. Het verschil tussen de wand en de vloerverwarming, hè, wat het verbruik is per vierkante meter vloeroppervlak als dat aan te geven is. Ja, dit is misschien wel het moment om even naar Robert Jan te gaan, Peter. Ja, daar zat ik ook al aan te denken. Iets objectiever. Robert Jan, onze collega van TKI, heeft veel onderzoek naartoe gedaan. Fijn dat je erbij bent, Robert. Jan, kan je er iets over zeggen? Van de vraag die je zojuist hoorde van Richard. Ja, misschien heel even inleiden. We hebben dat, er was inderdaad veel discussie over. Hè? De warmtepomp versus het infraroodpaneel. Hè? En dan was het nog vooral panelen, infraroodpanelen. Dus wij hebben ons onderzoek echt met stralingspanelen gedaan. Dat is toch weer echt wat anders dan die vloer en die wand die hier besproken worden. En dat ben ik ook wel benieuwd zometeen bij jullie wat dan het verschil daar weer tussen is. Want die worden natuurlijk veel warmer, hè, die panelen. Die gaan wel richting de 90 graden, begreep ik. Wat we hebben gedaan is, we hebben een aantal woningen gevonden wat we actief konden monitoren. En dat is anderhalf jaar geleden gebeurd toen we die hele koude week in de winter hadden, godzijdank. Hè, dat was belangrijk voor ons onderzoek, dat we een beetje kou hadden. En toen zijn we gaan kijken van wat gebeurt er nou. Een van die zorgen die we met z'n allen hebben is dat het totale vermogen wat infraroodverwarming trekt, dat piekvermogen wat gevraagd wordt, dat echt een probleem is. Nou, een van de dingen die eruit kwam is dat dat op zich wel meeviel. En dat het grote probleem wat overblijft is dat je ook nog tapwater moet maken. En tapwater maken, dat doe je dan met een doorstromer vaak. In dit soort systemen of met een boiler. Nou, die kun je dan, hè, als je geen ruimte hebt, hè, voor warmtepompen, dan is ook een boiler waarschijnlijk te veel. Dan is een doorstromer vaak logisch. En dan zie je dat daar echte vermogensproblemen ontstaan. We hebben een piekvermogen puur voor stralingspanelen
even uit mijn hoofd, maar ik heb die presentatie er even bij gepakt. Het viel me nog wel mee. Dat ging om enkele kilowatts per woning. Dus over de hele dag gemiddeld was het ongeveer 1,7 kilowatt. Dat waren dan 9 woningen tegelijkertijd toen het buiten min 4,1 graden gemiddeld was op de dag. Dit onderzoek is trouwens te vinden, ik zal zo de link even in de chat gooien hoor, maar dat is op onze duurzame warmte-koude pagina te vinden op de TKI-site. Dus wij waren vooral benieuwd, maar er was dan ook wel een piek op de dag dat er 60 kilowatt getrokken werd. Door 9 woningen, dus in totaal. Dus dan praat je over iets meer dan 6 kilowatt per woning gemiddeld. En dat is natuurlijk wel echt heel veel. Waar de gemiddelde woonwijken op 1,5 gemiddeld per woning zijn uitgelegd. Dus te veel woningen met infraroodverwarming is wel een probleem in een wijk. Maar een aantal erin is helemaal prima. Dus dat is even het vermogensvraagstuk. En toen hebben we ook nog gekeken naar wat is nou het issue met het verbruik. Waarbij iedereen zei, nou een COP van 1, dus gigaverbruik. Maar inderdaad, alles valt of staat met hoe je infrarood aanstuurt. En wat Brigitte ook al zei, met die slimme aanwezigheidsdetectie en al dat soort zaken, kun je enorme verschillen zien. En ook tussen woningen, dat zie je trouwens met mensen die gewoon een gasketel hebben ook, hè, enorme verschillen tussen woningen. Dus het gebruikersgedrag speelt een hele grote rol. Hè. Dus al die gemiddelden waar we allemaal mee rekenen, die zijn redelijk kansloos. Maar dat betekent dat je daar dus wel echt naar moet kijken, ook het type bewoning en wat er dus gebeurt in zo'n woning, of infrarood een oplossing kan bieden, of mensen ook echt het gaan gebruiken zoals bedoeld is, alleen daar aanzetten waar je bent en waar het echt nodig is. Ja, Erik Postema, die stelde ook die vraag over dat piekverbruik, daar heb je net antwoord op gegeven, en die zegt dus, concludeert dus bij een flat gaat dan letterlijk het licht uit. Dus dat zou dus kunnen. Nou, ik zie hier Ron en nee knikken. Dus, nee, daar wil ik nog wel even wat over zeggen. Dat is grappig. Ja. Er was ooit een flat die dus helemaal aan inductiekoken ging. En toen waren ze enorm bang dat rondom het etenstijd dat dan het eruit zou klappen. En dus hadden ze daar tijdelijk een batterij bij geplaatst. Van iWell. En nou, prima, batterij geplaatst. Maar die bleek uiteindelijk helemaal niet nodig. Die gelijktijdigheid schijnt heel laag te zijn. Hetzelfde geldt ook in ziekenhuizen bijvoorbeeld, waar je de douches allemaal met een doorstromer uitvoert. Dan denkt iedereen en telt al die doorstromers op. Nou, dit is onze maximale gelijktijdigheid, maar dat haal je echt never. Bij verwarmen is het wel iets anders. Op het moment dat het heel warm of heel koud is in de winter, dan loop je natuurlijk een risico dat iedereen natuurlijk vol aan het verwarmen is. En dan krijg je een beetje dat verhaal in Texas 1,5 jaar geleden, dat daar het net eruit klapt, omdat al die verwarmingen heel hard staan. Ja. Of allemaal tegelijk aanstaan. En dan heb je wel echt een probleem. Hey Robert-Jan, dankjewel. Blijf er even bij. Ik wil Richard bedanken voor je vraag vanuit de praktijk. We hebben nog iemand uit de praktijk en die ga ik er even bij vragen. Ja, dus daar is hij. Fons Smit van Trudo uit Eindhoven. Fons, heb jij al ervaring met dergelijke systemen? Ja, wij hebben bij Trudo enkele woningen uitgevoerd. Zowel in de nieuwbouw als bij de renovatie. Bij de nieuwbouw, daar hebben wij die matten in de vloer verwerkt. We hebben daar dan wel een massieve vloer opgelegd vanuit het idee, die houdt beter warmte vast. En die blijft ook op het moment dat er even de verwarming uitgaat, toch nog wat warmte toevoegen, omdat die vloer af moet koelen. Dat dachten wij, dat werkt beter. Die woningen, die nieuwbouw, die waren uiteraard volgens de huidige normen geïsoleerd. Bij de renovatiewoningen, daar hadden we wel problemen. En dat kwam eigenlijk door de som van infraroodstraling in zo'n woning. Die vloer die gaf, en we hebben trouwens ook een in het plafond gemaakt, die gaf toch wel een comfortabele stralingswarmte, maar die werkte alleen zolang als de overige onderdelen van de woning ofwel genoeg opgewarmd waren, of uitstekend geïsoleerd waren. En een gewone spouwmuurisolatie die bleek daar eigenlijk onvoldoende om echt een blijvend comfortabel gevoel te geven. Ja. Wat we ook meemaakten is van nou dat, omdat het comfort door die som van de infraroodstraling gemaakt wordt, dat als je je woning een tijd lang laat afkoelen, of bijvoorbeeld de buurwoning staat een tijd leeg en is koud en fors afgekoeld, dan krijg je zo'n extra negatieve stralingswand erbij,
dat dat ook comfortabel problemen, comfortproblemen gaat. Dankjewel. Goede inzichten. Ron, herken je hierin? Ja, ik hoorde net drie dingen. Enerzijds die gelijktijdigheid, dat moet ik beamen inderdaad. Hè. Dus het is inderdaad zelden het geval dat iedereen tegelijk zijn stroom trekt. Dus dat valt in de praktijk reuze mee, dat is ook onze ervaring. Wat dat piekvermogen betreft, je hebt tegenwoordig allerlei slimme mogelijkheden om dat piekvermogen omlaag te brengen. Bijvoorbeeld met relais die je om de tijd schakelen of met domotica systemen. Maar met hele eenvoudige relais in de meterkast kun je al je piekbelasting halveren of nog verder terugbrengen, zonder dat het je op comfort inlevert. En dat heeft alles te maken met het feit dat het heel snel opwarmt. Dan is er nog iets gezegd over die COP van 1. Strikt genomen is dat juist. Aan de andere kant ben je appels en peren aan het vergelijken. Je hebt een systeem wat met lucht verwarmt, je hebt een systeem wat met straling aan het verwarmen is. Dat is zo anders. En er zijn tegenwoordig ook kwaliteitsverklaringen. Wij hebben er ook één. Waarbij die COP beduidend omhoog gaat. Dus dat verhaal is ook niet aan de orde. En tenslotte nog dat verhaal van die koude stralingswand. Zoals Brigitte ook al zei, van weliswaar houden we 6 meter aan, maar die wand die verwarmt ook deels de vloer. Ja, dat is bij ons ook zo. Die vloer die verwarmt ook deels de wand. En dat is bij al onze projecten misschien één keer voorgekomen dat de vloerverwarming het niet trok. En dat had te maken met het feit dat er inderdaad een heel veel ramen in zaten, een spouwmuur, en dat ook nog eens een keer het dak niet geïsoleerd was. En dat was ook nog een restaurant waar de deur altijd open stond. Dus ik ken geen projecten van alle 100 projecten die we gedaan hebben waarbij het niet functioneerde. Dan heb ik nog een vraag die daarbij aanhaakt en een aantal keer gesteld is, onder andere door Bart Lely. Wat doet dit met labels? Zit dit in de NTA 8800? Want je isoleert dan minder, omdat die lucht minder wordt opgewarmd. Is dat niet slecht nieuws voor je labeldoelstellingen? Nou ja, dit is altijd met nieuwe technologieën. Al dat wat er is gebaseerd op wat we altijd hadden. En op het moment dat je met andere concepten komt, moet je op allerlei manieren gaan bijsturen. En dan krijg je dat COP1 verhaal, hè, wat niet helemaal klopt, maar wel heel makkelijk te ventileren is. En datzelfde ook met die labeling. Dus dat zal op elkaar beter moeten worden afgestemd. Dat zal ook wel gebeuren in de afgelopen van tijd, maar daar is wat fine-tuning nodig. We gaan nog naar wat technische vraagjes zo direct. Niels, ik heb een vraag, Brigitte. Hoe gebruiksvriendelijk is het voor huurders? Ik kan me voorstellen dat je geen schilderijlijstje in die wand moet timmeren. Dus daar zal ook wel wat gebruiksaanwijzing bij horen. Dat mag wel. Dus dat kan allemaal eigenlijk. Dus hij is heel gebruiksvriendelijk. En ja, de thermostaat zelf is ook natuurlijk heel gebruiksvriendelijk. We hebben er juist ook geen graden op staan, omdat je juist eigenlijk een beetje naar 19 graden wilt in plaats van 21 graden. Dus ja, dan letten mensen dan ook. Ja, als mensen zien de gaten, dan zetten ze hem automatisch al hoger neer. Dus en ook qua. Het is een Habito-plaat, dus je kan ook gewoon. Je hoeft geen plaatpluggen te gebruiken. Je kan gewoon schroeven gebruiken. Dus gewoon wat ze gewend zijn, eigenlijk, de bewoners. Dus dat maakt het eigenlijk juist wel heel fijn. Moeten die thermostaten bij dit soort concepten eigenlijk wel in graden worden uitgedrukt? Want ik kan me voorstellen, als jij denkt dat het pas goed is bij 22 graden. En je zet dat ding op 22. Ik heb van Bart Nexus, Lely van Onexus wel een keer gehoord, dat er zou eigenlijk helemaal geen getal bij moeten staan. Gewoon warmer of kouder. Ja, nee, daar hebben wij dus ook niet bij de thermostaat. Oké. Dus je hebt geluisterd. Ik vroeg nog van, kan je er wel een tv aan hangen of zo? Of iets, Dat is ook gewoon mogelijk zonder plaatplug. Dus gewoon met schroeven. Die worden ook steeds lichter natuurlijk, dat moet geen probleem zijn. Wordt een vraag gesteld door Jaap, wat kunnen jullie aangeven over het elektraverbruik op jaarbasis gemiddeld? Ja, we hebben een globale inschatting op basis van empirische getallen en dat ligt ongeveer tussen de 20 kilowattuur per vierkante meter per jaar tot 45 kilowattuur per vierkante meter per jaar. En dat hangt dan een beetje af van wat voor type woning je hebt, of die alles niet goed geïsoleerd is, en of je een hoekwoning hebt of vrijstaande. Maar los van de details, want dit begrijpt dan niemand, concurreert dat met aardgas? Of, ja, absoluut. Absoluut. Ja, je gaat altijd besparen ten opzichte van aardgas. Altijd. Dan zou ik dat woord dan zeggen. Ja.
Andere vraag wordt gesteld. Ja, daar geldt misschien dan... goed, Peter. Ja. We hebben in dat onderzoek ook aardgas komt ongeveer overeen met 90 kWh per vierkante meter. Dus alles wat je daaronder zit is goed. Wij kwamen gemiddeld destijds, maar dat was met stralingspanelen, op 40 kWh per vierkante meter uit. Waarbij we dan wel moeten zeggen dat elektra het dure spulletje is en aardgas was altijd het goedkope spulletje. Er is wel iets in veranderd, maar... Ja. Dat klopt. Maar dan nog steeds inderdaad, het kan dus op zich wel uit. Maar goed, en omdat ook de installatie, wat Ron volgens mij al zei, de hoeveelheid materiaal die je erin sleept, is natuurlijk veel minder. Ja. Kijk, met een warmtepomp heb je weliswaar een lager verbruik. Alleen moet je weer een stuk meer spullenboel installeren. En is je capex, zeg maar, hè, of de initiële investering is veel hoger dan bij dit soort systeem. Dat is ook de vraag van Richard, die net in het panel zat. Hij zegt, spulletjes installeren, dat moet toch veel minder zijn met infraroodverwarming ten opzichte van de traditionele vloer- en wandverwarming. Is dat ook zo? Qua besparing en materialen, installatiekosten. Wie kan er iets over zeggen, jullie twee? Ik wil er wel iets over zeggen. Het is inderdaad een stuk goedkoper om dat te installeren. En je bespaart je sowieso op het inregelen. Want dit soort systemen hoef je niet in te regelen. Wat bij een warmtepomp wel moet gebeuren. Je hebt ook geen onderhoudscontract nodig. En in principe heb je ook geen vervangingskosten. Want dit gaat decennia lang mee. We geven bijvoorbeeld 25 jaar garantie op die systemen. Dus okay. drie bespaarmomenten. Ja, drie bespaarmomenten. Fons, ik ben benieuwd ook vanuit jouw positie, vanuit de woningcorporatie, zijn er meer aanwezig. Ik zie Jeroen van der Hulst ook onder andere van Centrale. Ik kan me zo voorstellen dat die ook op tips zit te wachten. Wat zou jouw tip zijn als je als woningcorporatie met straling en warmte aan de slag wil gaan? Wat moet je dan vooral wel en niet doen? Zo uitgebreid is de ervaring nog niet. We hebben nu goede ervaringen in de nieuwbouw. Dus daar denken wij wel over om daar op complex niveau toch nog een keer een nieuwbouwproject daarmee uit te voeren. Waarbij wij zelf zitten denken om dan zelfs op een collectieve aansluiting te gaan werken met batterijopslag en dergelijke. Dus zeg maar 10, 15 woningen op één aansluiting en zelf de elektra af te rekenen met de bewoners. Succes! Ja. Nou, hou ons op de hoogte, want... Moet bezig blijven. Ja, er is veel belangstelling op dat gebied. We gaan ook de rapporten die er zijn, want ik zag al ietsjes verder terug dat er ook nog een rapport is van een jaar geleden van Hans Blauw. Nou, die gaat ook nog deze kant op komen. En dan delen we dat met u. Niels, je hebt nog vast nog wel een hekkensluiter in de vraagstelling. Ja, nou, wat ik wel interessant vond van Erik Postma, die had al eerder een vraag gezocht, maar... appartementen of in situaties dat je niet kunt opwekken. Is dit dan nog steeds een aanrader of zeg je het is vooral interessant als je ook opwekt? En dan kijk even naar de consumenten business case, hè, naar de kosten en de opbrengst. Daar wil ik wel wat over zeggen, want heel vaak wordt er geroepen, ook in een Duitse onderzoek, is dat de combinatie van zonnepanelen en infrarood, dat het heel interessant zou zijn. Maar als ik kijk, ik heb weliswaar een warmtepomp, maar dat maakt niet uit. Die heeft warmtevraag, zit vooral in de winter. Dan doe je zonnepanelen bijna niks. Dus in de zomer heb ik gigantisch veel stroom over en in de winter heb ik heel veel nodig. Ik gebruik maar 20% van die stroom rechtstreeks. Met een beetje serieuze batterij, de grote Powerwall bijvoorbeeld van Tesla, dan zou ik op richting de 50% rechtstreeks gebruik gaan van mijn zonnestroom. Maar dan nog zie je dat best wel een groot gat nog zit. En dus ook dat opwek per se niet uiteindelijk als straks salderen eraf is, hè, dat de allerbeste business case wil opleveren. Nog steeds zal het een business case geven, maar en met de huidige stroomprijs kan alles uit. Maar dat is natuurlijk een beetje het issue waar we met z'n allen tegenaan lopen. Dat zonnepanelen en infrarood, ja, dat is precies op de verkeerde momenten zeg maar dat ze opwekken / het verbruik vragen. Ja, het is denk ik wel zo, de dagen zijn natuurlijk korter in de winter, maar als het echt koud is, is het vaak ook wel zonnig. Ja, maar dat is overdag en dan heb je ook zonnewarmte die binnenkomt in je woning. Ja, ja, ja. Dus 's nachts is het heel koud en dan wil je eigenlijk een beetje de temperatuur houden. Ja. Warm houden. Als je niet in die leefruimte bent beneden. En daar bespaart dan weer dit soort verwarming veel meer op dan bijvoorbeeld met die warmtepomp. Want die warmtepomp draait de hele nacht door, omdat die dat huis, en die kan geen nachtverlaging aan. Ja. Ja. Niels, heb je nog een laatste vraag vanuit de chat? Ja,
Ron zei isoleren. Eigenlijk is lucht verwarmen, het verwarmen van de lucht een vorm van isoleren. Of je dat nog even toe kan lichten, want daar is wat verwarring over. Ja, daarom haalde ik dat eerste plaatje aan. Wij hebben hier op aarde, even los van het feit dat we dan fossiele brandstoffen verbranden of weet ik het wat, wij hebben geen warmte hier op aarde. Dat wordt ons aangereikt via de zon. En in feite ga je er dan een schil omheen bouwen om die warmte vast te houden. Dus in feite is die atmosfeer is een soort schil om die warmte vast te houden die op dat oppervlak instraalt. Maar gewoon mijn woonkamer even praktisch. Hoe is lucht verwarmen isoleren? De straling komt vanuit de vloer en die straalt jou aan en die straalt de objecten aan. En dat zie je al, dat zei Brigitte ook, die ruimtetemperatuur die gaat naar beneden, omdat dat niet meer relevant is. Het is niet meer de temperatuur van de lucht die bepalend is, maar het is de straling die jij ervaart en die op jou inwerkt. Dus ja, zo moet je dat een beetje zien. En we zijn de laatste tijd gewend om anders te denken. Dat we eerst die luchtschil gaan installeren. En dan komt de rest vanzelf wel. Maar dat moet je omdraaien. Ja, wel één opmerking erbij. Je moet ventileren in een woning. Ja. Dat is namelijk gezond. En dat is nog best fors ook nog wat er nodig is. Dus als je zeg maar ventilatie doet zonder dat je daar WTW op toepast. Dus warmteterugwinning op toepast. Dan krijgen dit soort systemen het wel slechter en heb je snel comfortverlies. Dus als je bijvoorbeeld woningen hebt met roosters boven de ramen en mechanische ventilatie, ja. dan loop je gewoon wel een risico dat je comfortproblemen kan krijgen. Ja, Menko die merkt ook op in de chat, dat die, en die chat stuurt ook na, dat dit in combinatie met WTW wel een mooie resultaat oplevert. En dan maakt hij nog even reclame voor een systeem waarbij geen nieuwe kanalen hoeven worden aangelegd. Dat hebben we wel eens aan de orde gehad in een lunchwebinar. Ik denk dat we naar een afronding moeten, Peter. Ja, nee, zeker. Want jullie begonnen allemaal bumpertjes en zo op te werpen. Ik denk van, nou goed, we gaan nog even gezellig door. We zitten al over de tijd. Het is 1:15. Ik dank de panelleden Robert-Jan van Egmond van TK Urban Energy. En we gaan zijn rapportage gaan we ook nog terugzien. Onze pitchers Ron van Wijk van AHT. En dankjewel Ron voor de medewerking. En geldt ook voor Brigitte Kroonen van Saint-Gobain Solutions. Alles over haar systeem op de slimseweg.nl. En we hadden de ecomakelaar Richard Delaroy hadden we te gast. En Fons Smit van Trudeau. Wij zijn er weer. En dan moet ik even heel snel gaan delen. En dat doe ik dan ook in de laatste secondes zo. Op 5 september, we hebben een zomerstop, wil zeggen een vakantiestop. 5 september, de maandag, eerste maandag van september, zijn we er weer met een leuk onderwerp. Gaan we. En dan staat stralingswarmte, is niet goed hoor, want we hebben het net over gehad. Niels zag het al. Zijn we er weer? Ik zal u zeker verwijzen naar uptempo.nu. Daar staan al die 160 slimme oplossingen voor de bestaande bouw. En lekker liken als wij weer op LinkedIn bezig zijn. Een hele fijne dag en een goede vakantie ook. Dank u wel. Dag.